De ChristenUnie had een beslissende stem in aanname van de motie over het kinderpardon. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, de motie werd aangenomen met 19 voor en 18 stemmen tegen. Het komt nog eens een keer voor dat de verhoudingen oppositie 18, coalitie 19, dat het op die manier de stemverhoudingen uitkomt. In dit geval was het een specifieke situatie. De ChristenUnie vond het ook belangrijk om niet via de verhoudingen van de coalitie-oppositie te stemmen, maar dat er hier om een inhoudelijke belangrijke zaak ging. En daarom vond de ChristenUnie dat het nodig was om met de oppositie in dit geval mee te stemmen. En om die reden werd de motie aangenomen met 19 tegen 18. Eigenlijk in een andere verhouding dan doorgaans in de raad plaatsvindt. Wat waren de redenen voor de ChristenUnie om voor de motie te stemmen? Wij vinden het kinderpardon een belangrijke zaak. Een Mauro, iemand uit de doelgroep waar het hier om gaat, minderjarige asielzoekers die hier al lang in Nederland verblijven. Als die mensen dreigen te worden uitgezet, die jongeren, dan is het leed niet in Den Haag voelbaar, maar met name in het dorp of de stadswijk waar die persoon woont. Ook in Amstelveen kan er morgen een Mauro wonen. En wij vinden het belangrijk dat die personen worden beschermd. En daarom hebben wij voor deze motie gestemd, die ook een ondersteuning is van een wetsvoorstel dat door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wordt ingediend. En hoe kijkt de ChristenUnie tegen het gehele asielbeleid aan? Wij vinden de huidige vreemdelingenwet te streng. We vinden wel dat het mogelijk moet zijn dat bepaalde asielzoekers worden uitgezet. Maar juist deze categorie waar het om gaat, als ik het zo mag zeggen, de Mauro's, wij vinden dat die bescherming verdient. En daar willen wij ons sterk maken als ChristenUnie.